Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn in Zwitserland. En we hebben dit uitzicht. Zo mooi. Het is dus buiten 14 graden. Dus we gaan buiten eten. Met een dikke trui aan. Ik kan er echt niet over uit hoe lekker weer het is buiten. Het is gewoon echt vol zon. En 14 graden. En we gaan vandaag wel de berg in. Dus ik moet me wel warm aankleden. Want, maar zelfs op de berg schijnt het dus echt bizar warm te zijn. Ik weet niet of mensen wintersport nu zijn. Maar het is zeg maar. We gaan naar het hoogste treinstation van Europa. En het is normaal daar echt min 40 of zo. En nu is het dus 0 graden daar. Want het is blijkbaar vandaag een van de warmste dagen in januari. I don't know. Something like that. Ik hoop eigenlijk dat jullie mij kunnen zien met dat tegenlicht. En ja, dat gaan we dus zo doen. Ja, Bibi en Olly gaan zich aankleden. Tenminste niet zelf, ik ga Olly aankleden, Bibi zichzelf. En dan gaan we die kant gezellig op. En kijk, daar is een ijsbaan. Daar zijn we gisteren ook geweest. Superleuk, je kan zo'n heel parcours, kan je zo schaatsen daar. Zijn we met Olly geweest. Nee, Olly wilde heel graag gaan schaatsen, maar dat kan ze natuurlijk nog niet. En misschien moet ik nog even meer vertellen over waar we zijn. Want ik bedenk dat ik dat niet gedaan heb. We zijn in Interlaken in een hotel dat heet Victoria Jungfrau en het heet de Jungfrau Region. En we gaan vandaag de omgeving ontdekken met z'n allen. Oké, we zijn op het station en Olly slaapt. En we gaan de trein in. Die kar, de kinderwagen kan echt makkelijk de trein in trouwens. Ja. Super. Dit is smaak. En we gaan naar Lauterbrunnen nu? Ja. Ja, dat is goed. Zonnebril zocht. No. We zitten in de trein en Olly slaapt in haar kar en we gaan zo vertrekken. Sander heeft er nog zin in. Ja. Ja, maar normaal gesproken zit ik altijd te rijden, weet je wel. Dus dat is toch fijn om een keer gewoon te zitten en gereden te worden. Ik ben benieuwd, ik heb helemaal ingesteld. Ja, geïnstalleerd. En Olly zit echt ook gewoon helemaal top. Hij zit in de kar daar. Een heerlijk slaapje te maken. Oké, let's go. Leuk hè? Dus we gaan naar Lauterbrunnen. Ja, en dan gaan we naar Jungfrau. Ja. Dat is het hoogste punt van Europa. Op hoeveel meter zitten we? 2100. We zijn hier op een van de hoogste stations ter wereld. Of in ieder geval van Europa. Dit heet Klein... Hoe heet het? Klein Scheidegg. Kijk, hier kan je de trein zien. Hier boven. Sommige van de hoogste Alpen van Zwitserland. Bergen, zo, moet ik eigenlijk zeggen. En die meiden die zijn lekker aan het eten. Dat was ook wel nodig ook, want ze waren alle drie ja, lichtelijk chagrijnig. Ze zeggen nu ook helemaal niks.
Doei! Kleine halfkansen. Olly pakt de hele tijd de grootste sneeuwblokken van daar en dan brengt ze die naar Bibi toe. Oh ja? Zullen een stukje die kant op lopen? Zij zit alleen zo lief te spelen. Ja, dan kun je toch blijven spelen. Oké. Hey Nor, was dat een van de mooiste dingen die je ooit hebt gedaan? Ja, dit was zo mooi. Als jullie in deze buurt zijn, kan ik het echt aanraden. Het is echt heel cool. Olly, wat ben je aan het kijken? Je kijkt er echt heel gefascineerd naar me. Ja, we zijn net op weg. Ja, en de zon zonder. Kijk, daar staat ook al. And you're welcome, thank you. Ja, dat doe je gewoon van elkaar. Zo ben ik. Daar is het echt vol. Wat zei je? Het zit echt vol. Hey, maar you were for super welcome. Allemaal door jou. Voor deze heerlijke. Hè? Allemaal door jou. Allemaal door mij. Oh ja, geef me even. Nee, dat is koffie. Koffie is niet echt. Jou, schat. Oh. Waar is die leeg? Is die weer gevallen? Ja. En we zijn weer terug in het hotel. Het was echt zo cool, de trein, maar dat hadden jullie waarschijnlijk al wel gezien. Ik zal even een kleine tour geven, van onze hotelkamer. Dus je komt binnen, hier. En wat is hier? Ik heb eigenlijk nog niet eens gekeken. Een deur die niet open kan. Hier is een badkamer. Een best grote badkamer. Ik weet niet of jullie die willen zien. Hier is eigenlijk normaal de woonkamer. Maar de bank hebben ze een bed gemaakt voor Bibi. Hier slaapt Olly. Oh my god, ik schrok me dood. Ik dacht dat ik een muis hoorde. Maar het is een tas die valt. Mijn hart is echt in mijn keel. En hier slapen Sander en ik. En daar aan de buitenkant zijn allemaal balkonnetjes. Dat ik vanochtend laat zien, dat uitzicht. Hier zijn onze spulletjes, kledingkasten en zo. Dus een beetje een wende, zo'n ruimte. En hier is de badkamer. En there is me. En ik heb aan vandaag deze vintage broek van Fendi. En een trui van ASOS. Ik zal hieronder een linkje zetten. En hier zijn mijn spullen. Maar ik heb niet echt iets boeiends om te laten zien. En hier zijn Sander's spullen en Bibi. Kijk, in dit hotel is echt alles helemaal verlicht. Zo leuk. I love it. En Sander en ik gaan samen uit eten. Are you excited? Yeah, it's been a while. It's been a while. Olivia slaapt en Bibi die wil de roomservice bestellen. Dus die eten in de hotel. Maar die wilden niet met ons mee, hè? Die wilden gewoon echt niet mee. Ze zei de hele tijd, misschien is het gewoon leuk als jullie met z'n tweeën uit eten gaan. Dan zei ze, nee, we vinden het echt gezellig als je met ons meegaat. Ja, maar waarom? Want we gaan altijd met z'n allen. Misschien is het wel leuk als jullie een keer samen gaan. Ja, echt. Dus nu gaan we samen eten. Dus dat is wel gezellig. Het is hier in dit hotel. Het is echt een heel fijn hotel. En het eten is vooral super lekker. Maar het is hier in dit hotel zo crimineel warm. Dat vind ik overal in die Alpenhotels. Ze hebben gewoon eens. Ja, dat was trouwens bij die ander ook zo in Zwitserland. Maar weet je wat het is? Het is gewoon, ja. Doe normaal. Ja, maar kijk, als er. Je hebt 200 hotelkamers, oké? Okay? Ja. Als 160 hotelkamers standje nucleair hebben. Ja. Dan moet je gewoon heel je best doen. Wil je nog een beetje daar tegenaan blazen? Wat ik doen? Nee, ik snap het ook wel. Alleen het is gewoon wel een feit. Of heb jij het? Een je loopt ook in een t-shirt. Ja, het is hier echt bloedje heet. Ja, wil je me volgens mij is het eten daar. Oké. Okay. We hebben ons eten, zalm, kreeft en tartaar. En bij de kreeft krijg je een minuutje om het thuis te maken. Ja. Zo leuk toch? Maar dat is, sorry, maar
Dit is echt, heel, echt een leuk idee. Ja, dus je kan net vol trots dit laten zien. Maar het is iets heel prachtig ook. Ja, zo'n leuk restaurant dit. Ziet er zo leuk uit met die stenen en palmbomen. We hebben als dessert pannenkoekjes. Dat wordt hier nu voor onze tafel klaargemaakt. Dat vind ik dus zo tof als ik ook, vind het echt leuk. Ik hoopte alleen dat het chocoladepannenkoekjes zouden zijn. En dit is toch zo leuk? Zo leuk. Ik hoop niet dat iemand het erg vindt. Ook. Nee, anders had dit heel erg gezegd. Oh, dit is zo leuk. Ja. Oh my god, zo leuk. Suikerpannenkoek. En met een karamelleuntje. En met is echt zo leuk. Zo leuk. Dan gaat over die zo gebeuren. Ik vind het heel eng. Oh. En zo krijgen we het op ons bord. Ja, ik ben... Jij zei net ook al, ik denk dat het een soort van not worthy, weet je wel. Dit is zo mooi. Klassiek. Zo mooi. Such a classic as well. We gaan het opeten. Een klassiek gerechtje. Oké, let's do it. Yes. Wij zijn terug van het eten en het is heel laat. Mimi was nog wakker. Die ligt daar. En wij gaan slapen. Dus ik zie jullie morgen. Good morning. Het is zondagochtend. En we zijn allemaal wakker. En we gaan ontbijten. Ja. Ja. Nee. Nee. Zou je dit weer kunnen overdoen? Hallo, papa. Ga je lopen? Ja. Zo. Kun je ook? Ja. En het eet hier zo lekker. Dus ik heb echt zin in het ontbijt. Oh, ze wil dat ene doen. Wiebe, kan je filmen? Mama? Ja. Zo bizar hier. Ja, het is zo lekker. Kijk dan deze prachtige boom van aardbeien. Kijk, aardbeien. Heb je honger? Ja, hoor. Ja, ja. Wat heb je een mooi pak aan? Kijk, dit is ook leuk. Voor de kleine gasten. Allemaal lekker. Dit is ook echt bizar, honinggraat. En guys, ik bedenk me dat ik de vlog nog moet afsluiten voor deze week. Ik heb best wel veel gevlogd, want we hebben best wel veel gedaan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie zondag gezellig weer. Doei!